Zelfde player, in de vorige aflevering zei je dat je Melon in beeld zou gooien. Nou, ik zal hem hier in gooien, maar hier is de kleine drum. Zal wat dichterbij komen. Ja. Editor, mag ik heel eventjes in de close-up? Oh. YouTube, Melon, YouTube. Zoek het daar. Hallo. Dus ja, hier heb je hem eventjes in beeld. Gooi de intro er maar in. Goedemiddag allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play WarioWare Smooth Moves. In de vorige aflevering hebben we Dance Dance Party Tiny Mario gedaan. En in deze aflevering gaan wij naar Orbulan voordat we de Elephant All Mixed Up gaan doen. Nou, ik denk dat je wel verzekeren, bij deze minigames heb je de Nunchuk nodig. En ik denk dat dit ook nog storyline heeft, dus we gaan gewoon kijken. Zie, het begint al het gezeur. Ik heb mijn polsbandje nog niet eens om. Zo. Zo. Here we go. Oké. Okay. Welkom in Outer Space. Dit is zo zinloos. Ach, kijk nou toch eens. Een steen in de vorm van een ninja. Poink. Goh, automatisch werkt het met dat ding. Wat leuk. Ik moet zeggen, dat koordje, dat lijkt er een beetje op als je zo die headphones op hebt. Weet wel, dat je dan zo dat koordje zo ziet als je zo aan het dansen bent. Ik weet het niet. Goed. En blijkbaar zorgt het ervoor tot het gaat vliegen. Oh. The diner. Hold the balance stone in your left hand. And the form baton in your right. Stay vigilant. En als je nou linkshandig bent. Is always sudden and fierce. Als je nou linkshandig bent. Oh. Oké. <Okay. coughs> Zo. Nou, het probleem is dus wat ik hiermee heb, is hij zegt hij de diner, terwijl dat de foto laat eigenlijk zien dat je ze naar voren moet wijzen. Terwijl ik ze hier duidelijk omhoog moet wijzen, omdat dat net is uitgelegd. Dus, het kan een beetje confusion geven. Oh, kijk, deze die moet ik weer zo houden. Dus moet ik ze nou zo houden, of zo houden? Die zegt net zo, maar de foto zegt zo. Oh. Dit is confusing! Weet je, ik hou ze gewoon zo. Dan ging... Oh nee, nou moet ik ze zo houden. Oké, je moet de foto dus... Ah, kom op. Goed zo. Ik bedoel, we zijn een hele goede reddingshond. Oké, dan moet ik ze zo houden. Oh, Bunny! Melanie, je was nog even... Nou ja, nee. Denk ik. Oh, zo. Oh. Deze combo zou leuk zijn met dat dansje van net. Ach ja, oké, dan moeten we ze naar voren houden. Oké, oh, 2, 3. Hallo. Oké. Dit is ingewikkeld. Het is wel rustiger. Het is ingewikkeld omdat je in één keer twee dingen tegelijkertijd in de gaten moet houden. Oké, wat is dat met jouw stemmetje? Jouw stemmetje is raar. Oh. Wij gaan fietsen! Oh, oh! Hallo. Creepy! Ja, ik moet wel zeggen dat het een leuk concept is om dat nou zo met twee van die dingen te doen. Maar... Dit is, basically de enigste game waar dat je de nunchuk gebruikt. Op zich vind ik dat wel jammer, want ze hebben maar heel weinig minigames erop gegooid. Maar ja, we gaan dadelijk sowieso kijken hoe hoog dat we kunnen komen. Hoi, hoi! Nee. En dat is die gast die dat drinking game ding moest doen, net zo. Blijkbaar ben ik een hele goede bokser. Ik weet niet of je echt kon verdedigen of iets, maar... Geen fouten gemaakt. Ik neem de schip in je neem maar voor bullen! Give it back!
Want het grappige is, als je dus een leven verliest, dan val je naar beneden toe. Dus technisch gezien was dit helemaal pointless. Maar goed, we hebben hem gedaan. En dan gaan we daar een recordje neerzetten. Die trouwens, die laten we niet zien, want dat is een beetje onzin. Dat is dat je een paar spelletjes moet doen en sommige dingen kun je oneindig doen. Dit is de flag game, daar hebben we ook echt niet heel erg veel aan. Maar goed, we gaan hier even nog een recordje neerzetten. Dus laten we daar maar gelijk gaan beginnen. Ik ben bang dat dit een beetje een iets kortere aflevering gaat worden. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ligt eraan hoe verder te komen. Oké, dus je moet ze naar voren houden. Ik hoef er niks te doen. Ik hoef eigenlijk alleen maar... En ik hoop ik weer niks hoef te doen. Yay! Deze is zo zwaar vergeleken met de vorige. Met de vanmorgen. Ik weet het, maakt het echt belachelijk. Ik kan niks aan doen. Oh, red down. Deze muziek is ook saai. Als ik naar mijn één kant paddel, ga ik dan zijwaarts? Moet ik even daar uitproberen. Weet ik niet. Oh. Money! Dat is een nieuwe trouwens, die hebben we nog niet gezien. Dat is wel leuk. Misschien moet ik daar nog een touwtje gaan springen, omdat we hier zo'n touwtje hebben. Do the monkey with me! Hey there, pretty! Johnny Bravo. Ik weet niet of jullie hem kennen. Oké. Snor eens uit model, zien jullie dat? Help! Nee! Oké, dank je. Stereotype even. Oké, wat lachen. Hoe wil ze dat registreren? Ik weet dat er een sensor in zit, maar... Ik bedoel, je had ook gewoon... Ja, gewoon dit kunnen doen, denk ik. Ik bedoel, ze weten niet hoe je handen houdt, dus... Maar dat maakt niet uit. En die stem is irritant. Oké. Maar waar was hier nou eigenlijk een boss stage aan? Ik bedoel... Ja, je moet hem zo houden, maar... Ik bedoel, ja, je moet boksen. Nou, hier, bam, 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 bam. Krijgen we nou een post met twee dingen? Ik die dood zijn dingen. Oké. Ja, wel heel erg hoog. Goed. Dan gaan we level 2. Zelfde play, je bent nogal stil. Wide up. Wat nou, too slow? Je neus is too slow. Check out. Altijd al je eigen afgevraagd hoe dat er een mummy eruit ziet. En je dacht dat er dan gewoon een redhead onder zat. Nee hoor. Of, sorry. Dipdo. Kom op, geef me er een! Oké, deze die zijn in één keer een stuk moeilijker. Maar niet zoveel uit. Oké, wat gaan we nou doen? Ik wil sneller. Klopt de hele tijd tegen elkaar aan. Ik moet een beetje ze ver uit elkaar houden. Muntje gaat naar zijn grootje. 1. Oké, dan gaat het probleem worden als hij super snel gaat. Dat weet ik nou al. Match. Nee, jij moet lager, jij moet hoger. Goed zo. Doe de monkey! Yeah! Waarom is die... Hoe kan die moeilijker zijn dan de vorige? Ik snap deze logica's niet. Ik smit mijn boter! Oké, we hebben nog meer. Oké, left, right, right, left. Hartstikke spannend. Oh, wat moeilijk. Oké, gaan we weer. Wij gaan fietsen en dan moeten we de goal halen. Met een bocht. Spannend.
Oh. Hoezo moest je er een extra doen? Geef tijd om na te denken. Oh, ga erin. Serieus? So not fair. Ach ja, we kunnen een leven weer terugverdienen. Wij gaan weer boksen. Hebben ze dat moeilijker gemaakt? Oké, hier. Ik sla jou. Ik sla je. Au. 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 Oké, we wachten wel even. Oh, ik wacht al. We moesten gewoon wachten totdat hij zijn hand liet zakken. Weet ik veel, wordt niet uitgelegd. Maar ja, we hebben er een leven bij. Ik denk dat de derde dan wel heel erg moeilijk gaat worden. Wat gaan we nou weer doen? Let's pose. Wat? Een talco drum? Hoezo is dit een talco drum? Zijn hier ervan? Oké. Hij gaat niet sneller. Het is niet eerlijk als de klok dan sneller gaat. Ik weet, ik ben heel erg aan het surren. Het is ook gewoon zo naar ver. Oh. Hoe heb ik dit overleefd? Hoe heb ik dit overleefd? Never mind. Oh. Dit is een moeilijk level 3. Die was makkelijker als 2. Ik weet niet, wilden jullie makkelijker als 2? Ik voel makkelijker als 2. Oké, ondertussen ben ik wel al in space. Oh, safe. Oké, ik heb gehoord dat je puppies in... Of nee, dat waren katten eigenlijk in... Een zee of zo, maar... Oh, 9:10. 10. Oké, we moeten dus heel snel nadenken bij deze. Oh. Hoe kan deze nou weer moeilijker zijn? Hallo. Het blijft hetzelfde, jongens! Als jullie geen idee hebben, waarom hebben jullie dat in godsnaam om erin gekozen? Oh, 4. Oké, die zit al. Oeh, net op tijd. Ah, nog faster. Oh, dit wordt een ramp. Ik ben eigenlijk in één keer al mijn levens kwijt, weet ik nou al. Oh, koppie. Zo. Ze geven er echt veel te weinig tijd voor. Oh, let pass. Alsjeblieft. Oh, jij moet op de door. Jongens, dat gaat te snel! Jongens, dat gaat veel te snel! Oké, reeds de goal. Oh. Oké, mag niet uit. Prima. Die was simpel. Die was echt simpel. Maakt niet uit. Goed, boss stage. We mogen weer gaan boksen. Goed, we gaan gewoon heel goed opletten wat onze tegenstander doet. Ja, nu! Ik sla je helemaal naar de dynamo's! Oh, oké. Blijf stil staan. Ah, nee. Nee. Let's pose. Recording hier is heel erg belangrijk. Zal ik mij deze opnames even stofzuigen? Oh, doe erop. Waarom was die hitdetectie niet goed? Maakt niet uit. Ik vind op zich dat ik het niet verkeerd heb gedaan. Ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Ik bedoel, je zit hier met een nuntje, niks wordt uitgelegd. En we zitten op 42. White, not up. Hij zei not up en toen zei hij in één keer up en ik deed hem omhoog omdat ik het fout deed en daardoor heb ik het goed gedaan. Ik snap er helemaal niks meer van. Go, monkey! Do the monkey with me! 1:24. Ik ben af. Ik ga het hem nu worden. 5, 4. Je hebt bijna geen tijd om daarvoor te denken, jongens. We hebben 45 gehad, ik ben trots. Ik bedoel, kunnen we de 50 halen? Zou leuk zijn. Moeten we van die makkelijke blijven houden? Oké, go.
Ik ben tevreden. I quit. Doei. Dus ja, dat was eigenlijk samen met de nunchuk. Je kunt de nunchuk nu weer verwijderen, want die game gaan we dus niet meer doen. Daar. En dan gaan we dus bij de volgende. Het grappige bij deze is... Het grappige bij deze is... daar moeten we minimaal volgens mij 25 halen of zo. Ik ga heel eventjes naartoe scrollen. Welcome to the Elephant Building. Here at the Mixup Building, any of the games you played so far can appear. Test your skills, and if you see your master the forms, something good might happen if you clear 30 games or more. Oftewel, we moeten een high score halen van 30. Halen we dat? Jullie zien het bij de volgende aflevering. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Maar waar ik nu nieuwsgierig naar ben is, hoe vonden jullie de minigames met de nunchuk? Daar ben ik meer nieuwsgierig naar. Maar ja, wil je daarop reageren? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Mellon, bedankt voor het introotje. Hartstikke lief van jou. En dan kom ik weer helemaal terug bij de volgende video. Tot dan. Doei!